zodat het loopt in naam, o Heer. Wees blij, wees blij, o Israël. Hij is nabij, Emmanuel. Vader, het uur is gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u de macht ontvangen om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwig leven. Dat is dat zij u kennen. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Vertel ons de waarheid, we zitten met vragen. Wat is het beeld? Waarom religie verdeelt? Als de verlosser ons heelt. En wat is de deal? Is Bavel met echte wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer. Laat het me weten, het beest gaat tekeer. Vader, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen. Voor de mensen die u mij hebt gegeven. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn. Zoals wij één zijn. Ik hoor te veel leugens, maar zie geen één feit. De gemeenheid waarvan je brein splijt. En er is geen tijd. Waar is de eenheid te midden van twee strijd? Waar is de eenheid? Vader, ik kom naar u toe. En ik zeg u dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld mogen worden van mijn vreugde. Heilig hen dan door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Omdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn. Ik zie die gimmicks, wat is een nep en wie is er echt? Maar God checkt je spirit en die matcht dus niet met wat je zegt. Bless. Face back.
Steek een kaars aan in het donker. Laat het licht toe in je hart. Maak je handen niet tot vuisten. Streel maar zacht wat is verhard. Steek een kaars aan in het duister en breng vrede waar je gaat. Steek je armen uit en luister naar de mens die naast je staat. Steek een kaars aan in het duister. Eer wat kwetsbaar is en klein. Ga geduldig tot het uiterst. Laat waar jij bent liefde zijn. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer, die gekomen is om onder ons te wonen en aan ons gelijk geworden is in deze nacht. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. Hij zal ons zijn vrede geven. Daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Christus, de Immanuel, door de Heilige Geest die ons leven vernieuwt. Amen.
Heb je mijn mailtje niet gehad? Zegt mijn collega, terwijl de frustratie doorklinkt in zijn stem. Het schaamrood staat me op de kaken en ik stamel. Misschien is hij in mijn ongewenste mail beland. Dat kan immers zomaar gebeuren. Iemand verzendt iets naar je, je hebt het zelfs ontvangen en toch heb je het niet echt in ontvangst genomen. Bij WhatsApp gaat dit verhaal niet op. De bekende blauwe vinkjes betekenen dat iemand het door jou verzonden bericht ontvangen en gezien heeft. Heeft diegene jouw bericht dan ook echt ontvangen? Voor het ontvangen van digitale berichten zijn we afhankelijk van onze mailbox, onze handigheid met de computer, de wifi. We kunnen last hebben van een slechte ontvangst. Maar in ons dagelijks leven bepalen wij zelf wat er bij ons binnenkomt en wat niet. We hebben zelf grotendeels de regie over wat wij als spam zien. We beslissen zelf waar we ontvankelijk voor willen zijn. Maar hoe ontvankelijk zijn we eigenlijk en vooral waarvoor? We worden overspoeld met informatie in allerlei vormen en we moeten dus filteren, anders zou ons hoofd op hol slaan. Maar wat is nu belangrijk om wel ontvankelijk voor te zijn? Wat mag je absoluut niet missen? Het 8-uur-journaal? De updates van de sterren op Instagram? We weten wel wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, maar zijn we in onze haast vanmorgen langs onze buurman gelopen? Hebben we de blik van de buurman gemist en daardoor ook wat die blik ons wilde zeggen? Hebben we tijdens het praatje bij de koffieautomaat vooral meewarig geknikt toen onze collega zijn hart uitstortte, omdat onze gedachten bij het project waren dat eigenlijk gisteren al af moest? Waar is onze ontvangst op gericht en wat doet dat met ons, vooral nu het kerst wordt? Zijn we nog ontvankelijk voor het verhaal van kerst dat we menen door en door te kennen? En als we het dan zo goed kennen, blijven we die boodschap dan ook echt ontvangen, keer op keer? Ontvangen we het kleine kindje in de kribbe, zodat we hem werkelijk ontmoeten? Dat klinkt als een grote opgave, maar we hoeven niets te geven, slechts ontvangen. Mag kerst een herinnering zijn aan waar we ontvankelijk voor willen zijn, waar onze antenne, onze ontvangst op afgestemd is. Een herinnering dat we aan elkaar gegeven zijn. Dat we de ander mogen ontvangen in een echte ontmoeting. Juist omdat we in en door de ander datgene mogen ontvangen wat het kindje in de kribbe ons wil schenken. Mogen we dan biddend vragen, zoals het zo prachtig in dat oude lied is opgeschreven: hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Hoe ontvankelijk zijn we voor de boodschap van kerst? We luisteren naar het lied. Hoe zal ik u ontvangen? Wat wordt mijn eerste groet? U, ieders harts verlangen, vervult ook mij met gloed.
ontvangen. Ontvangen is verlangen naar verwondering. Openstaan, het avontuur aangaan. Kwetsbaar present, zodat de ander zich herkent en zich daarop durft te geven. Laten wij met elkaar bidden. In de nacht gekomen, kind van hogerhand, licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt. Kom in onze dagen, kom in onze nacht, hoor de aarde klagen, Heer, de wereld wacht. In de nacht gekomen, kind dat met geduld eeuwenoude dromen eindelijk vervult. Kom in onze dagen, kom in onze nacht, kom met uw gestage milde overmacht. In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind, kom doorwaaide bomen, zachte zuidenwind, kom in onze dagen, kom in onze nacht. Laat, o God, uw morgendagen, kom de wereld wacht en smacht. Amen. Ik lees u het kerstevangelie uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan... brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie het goede nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind
dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Er is één vraag als een kapstok waar een groot deel van je leven aan hangt als een jas. En het is deze vraag: waar heeft jouw wieg gestaan?
Hoe zullen wij ontvangen? Maar ook hoe en waar bent u ontvangen? Is de Messias ontvangen? Voor het verloop van je leven maakt het nogal wat uit. Waar stond je wieg? In een stad of op het platteland? Wie waren je ouders? Waardoor je veel of misschien wel heel weinig hebt meegekregen van huis uit? Heb je liefhebbende ouders gehad? Of vlogen ze elkaar in de haren en keken ze niet naar je om? Hadden ze zelf te veel problemen? Of heb je maar één ouder gehad? Of helemaal geen? Waren ze eenvoudig, angstig, bijgelovig, dwingend, veeleisend? Of hadden ze gestudeerd? Wat vonden zij voor jouw ontwikkeling belangrijk? Materieel, immaterieel? Of ben je geboren met een gouden lepeltje in je mond? Of hadden je ouders niets te makken? In welk jaar, van welke generatie ben je? Waar heeft je wieg gestaan? Een groot deel van uw leven hangt als een jas daaraan. En we zeggen graag, iedereen moet gelijke kansen krijgen. Daarom is onderwijs zo belangrijk. En moet het niet uitmaken waar je wieg staat, want iedereen verdient een gelijke kans. Onderzoek wijst uit dat het de laatste decennia steeds minder het geval is. De plaats waar je wieg stond wordt steeds belangrijker. Het maakt wel degelijk uit waar je wieg heeft gestaan. Sommigen hebben het getroffen, anderen helemaal niet. En levenslang laat dat sporen naar. Er zijn tegenwoordig ouders die hun kinderen belastingvrij een ton kunnen meegeven om een huis te kopen. Wordt zelfs door de overheid gestimuleerd. Hoezo gelijke kansen? Dan wonen je ouders niet driehoog achter. Het maakt heel veel uit waar je wieg heeft gestaan. En dan wordt het veelal als oneerlijk beleefd. Het laat sporen na, positief, negatief en waarschijnlijk is het nooit anders geweest. Lucas, onze evangelist, weet dat. En daarom neemt hij de moeite om nauwkeurig te vertellen waar de wieg van de Messias heeft gestaan. We zoomen in. Tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Toen gebeurde het. In Juda. De stad van David, genaamd Bethlehem. We hebben het dus over een zoon van David. Geboren te Bethlehem. Nog preciezer. Maria wikkelde het kind in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was. Dat is de plaats van zijn wieg. Het is van grote betekenis. Een teken. Een teken ook aan de wand. Ook tegen de herders wordt het gezegd. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld, dat ligt in een voederbak.
De wieg van de Messias stond in de stal, omdat er elders geen plaats was. Het heeft hem levenslang getekend, heeft zijn identiteit gestempeld. Later zou hij zelf daarover zeggen: vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Zoals de Israëlieten levenslang beseffen dat hun wieg in het slavenhuis van Egypte heeft gestaan, zo weet de Messias, zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Wat vertelt dat ons? Het vertelt ons dat in deze nacht God zich heeft verbonden met wat geen plaats heeft. God is één geworden met wat verloren is. Wat klein is en onbeduidend. Zwakken, armen, daklozen, zwervers, herders. Een beroepsgroep waarop in die dagen op werd neergezien. En God vraagt van ons dat ook te doen. Hem in dat spoor te volgen. Maria weet zich door deze God gevonden, staat in zijn dienst en zij kent zichzelf als de minste, de geringe, eenvoudig, nederig. Er is geen plaats voor God in deze wereld. Maar als er ergens plaats voor hem is, als we hem ergens kunnen vinden, dan bij hen, de eenvoudigen, de geringen, waar misschien ook wel door mij en door u op wordt neergezien. Verschoppelingen, vluchtelingen op Lesbos, asielzoekers in de kampen, die zich verloren voelen. Hoe kan Europa feest vieren, kerstfeest vieren en wegkijken? Ere zij God, wordt er in de nacht gezongen. Shalom voor alle mensen die hij lief heeft. Gods eer is in het geding. In deze nacht en in alle nachten die komen. Hij is gekomen en werd geboren in een kribbe, ontvangen door herders van het veld en vreemdelingen uit het oosten. Zijn eer is gelegen in hoe hij met de meest kwetsbare is omgegaan, gekomen om hen te redden, nieuw leven te schenken. Thank you.
Er is uit werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan. Wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan. Zullen wij met elkaar danken en ook bidden. Heer onze God, in onze nacht bent u gekomen. U heeft zich verbonden met de meest kwetsbare, met ons, omdat een ieder van ons zich in zijn of haar leven natuurlijk ook regelmatig kwetsbaar weet. Heer, u heeft naar ons omgezien. U bent neergedaald in uw schepping. U hebt uzelf niet te groot, te hoog daarvoor geacht. En daarvoor danken wij u. Loven en prijzen wij uw naam. Ere zij God, eer aan u in de hoogste hemelen. En wij bidden u voor hen die zich in nood bevinden. Mensen die ziek zijn. Mensen die in dit leven vastgelopen zijn. De weg zijn kwijtgeraakt of zichzelf. Heer onze God, betoont u zich als de Immanuel en gebruik ook ons, uw kerk, uw mensen, wereldwijd daarvoor, om te zien naar hen die kwetsbaar zijn. Zo bidden wij u in de naam van Jezus Christus, die ons verschenen is in onze nacht. Amen.
We luisteren naar ons slotlied. Er is een roos ontloken. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.